En dan iets heel aparts in dit motorfietstheater, namelijk de Kawasaki Vulcan S. Apart, ja, dat kun je wel zeggen. Want kijk nou eens naar die motorfiets. De hele lijn is cruiser. Hè? Dat kan je niet ontkennen. Maar de toepassing van materialen, het vele plastic wat je erop ziet, zo'n doffe zwarte uitlaat, het wit, eigenlijk de hele look en feel van de motorfiets is urban. En Kawasaki noemt hem ook een soort urban hero. Dus wat is de Vulcan S? Is het echt een diehard cruiser of is het inderdaad wat meer een stadsmotor? Wat ik wel denk is dat de echte diehard cruiser liefhebbers, de mannen en vrouwen met leren jassen, leren hesjes, misschien wel collars, die zul je niet zo snel vinden op dit soort motorfietsen. Dus het is misschien wat meer een stadsmotor. Damn! Nou weet ik het antwoord nog steeds niet, want in de heuvels doet hij het eigenlijk hartstikke goed. Het is een wat lichte motorfiets. Het is natuurlijk 650cc, een parallel twin. Hetzelfde blok als de ER6. En het is dus geen schakelluie cruiser. Het is niet zo'n dikke cruiser die je gewoon in zijn 6 zet en dan vervolgens op je gas eigenlijk de hele tijd door de bochten kan rijden. Bochten die hij overigens verschrikkelijk goed doet hoor. Lange bochten, koers houden, allemaal prima. Maar ja, de vraag is, hoe doet hij het dan in de stad? Ook goed. Sterker nog, misschien wel beter zelfs in en rond de stad, want het is een lichte motorfiets. Dat 650cc blok is echt een plezier om mee te rijden op de korte afstanden, want je kan hem namelijk heel flink opengooien. Hij heeft genoeg kracht en hij beloont je daarvoor met een roffel die gewoon het meeste nog lijkt op een sportwagen. Bovendien die toeren, echt super. In vergelijking met een grote cruiser die je in de stad eigenlijk gewoon moet parkeren en niemand moet rijden omdat ze te zwaar zijn en ja, ze zijn gewoon niet makkelijk te manoeuvreren, merk je dus bij de Vulcan S dat deze dat juist wel hartstikke goed doet. Dus is het een echte cruiser? Nee. Is het een lichtvoetige urban cruiser? Dat denk ik wel. Dus als Kawasaki als missie heeft gehad een leuke stadsmotor neer te zetten, waar je gewoon in en rond de stad gewoon ja, goed mee kan forensen en noem het allemaal maar op, gewoon een beetje lol kan trappen en leuke dagjes uit, dan is dit je fiets. Wil je met een hesje, leren jassen en collars de blitz maken, dan is dit niet je fiets. En nu we hier toch zijn, latte macchiato, mochaccino, dubbel espresso, als je het hier niet kan krijgen, weet ik het ook niet meer. Oh, en motorfiets kun je gewoon laten staan. Je wordt toch niet gestolen, want hij ziet er toch niet uit als een Harley. Nog zo'n bijkomend voordeel.